voor mensen is Bitcoin en Ethereum en crypto nog steeds een speculatieve asset. Er is geen noodzaak. Als je op straat gaat vragen in Libanon of in Turkije, van wat heb je liever, een Turkse lira of een Bitcoin? Nou, dan zeggen ze bijna allemaal Bitcoin. Dus die asset is, Bitcoin is in de Turkse lira wel redelijk gedaald, maar een stuk minder dan in de euro. Er is in ons land en in Europa gewoon geen noodzaak. En als die noodzaak er niet is, dan zijn mensen alleen maar bezig om geld te verdienen met crypto voor hun eigen europortfolio. En dat gaat straks veranderen als er een crisis uitbreekt of als er hyperinflatie is of als er deflatie is en de hele mikmak stort in elkaar. Dat zijn allemaal opties. Nee.